Vandaag heb ik nog een tip voor als je besluit om ook eens in het buitenland te gaan werken, zoals Monkey Insight regel doet. Want je weet, Monkey Insight is een bureau zonder overhead. Dat betekent geen personeel, geen kantoor en geen auto. Maar voor deze keer heb ik een lift gekregen naar het Noord-Franse Honfleur. Weer aan de Atlantische Oceaan, want ik dacht, ja, dat beviel mij vorige week wel in Ierland. En de tip van vandaag is eigenlijk dat het belangrijk is dat je altijd een ritueel hebt. Nou, ik gebruik er eigenlijk altijd een vast ochtendritueel voor. Die heb ik gelukkig achter de rug. Dat zijn calisthenics oefeningen. Ik doe dat samen of met behulp van een app, de Freeletics app. En dat doe ik 's morgens, leg ik mijn matje ergens neer, zoals hier in Etretat, in het Noord-Franse dorpje aan de zee. En daar heb ik nu denk ik 3 kwartier wat oefeningetjes gedaan, lekker sprinten, opdrukken. En dat helpt me eigenlijk om 's morgens wel even uit het vakantiegevoel te komen en te zorgen dat ik vandaag weer lekker productief ben, want er moet wel gewerkt worden. Ik heb deze tip ooit gekregen van Nico Blauw en Mark Blaise, die samen het bureau Pilgrims hebben. En zij waren eens gestrand in Groenland, meen ik. Zij konden daar voorlopig niet meer weg. En Mark Blaise zei toen ook tegen Nico, Mark Blaise is oorlogscorrespondent geweest. Het is belangrijk als je ergens op een plek strandt dat je snel een vast ritueel oppakt. Zodat je niet gaat zitten verpieteren of te lang in bed blijft liggen. Dus ik ga lekker iedere ochtend 6 uur mijn bed uit. Pak mijn appje mee, mijn matje, flesje water. En ik ben klaar om weer te werken.